Als je de foto's ziet en de reisverslagen leest van kom over en help, over een bezoek aan landen zoals de Oekraïne en Moldavië, dan word je toch verdrietig. Als je kijkt naar foto's zoals die van Sascha en zijn moeder Oksana. Hij ligt daar in zijn bed, volledig hulpeloos. Hele dagen niks te doen. En wij hier in Nederland, rijkdom, hulp, talloze mensen die er zijn, technische mogelijkheden, zodat je gewoon een volwaardig bestaan kunt leven, ook al ben je zwaar gehandicapt. Hoe mooi zou het zijn als we dat voor Sascha en kinderen zoals hij ook zouden kunnen bereiken. Als we die krachtige moeders, die vol liefde hun kinderen verzorgen dag in dag uit, kunnen ondersteunen, zodat zij ontlast worden, zodat ze samen een volwaardige, mooie toekomst kunnen opbouwen. En dat kan door te geven aan de campagne van Kom over en help, gewoon samen. Ik zou zeggen, gewoon doen. Dankjewel.